Het gebeurt zelden dat talkshow-hosts voorafgaand aan de uitzending apart een één-op-één interview opnemen met een gast. Normaal gesproken is dat slechts voorbehouden aan bepaalde politici of internationale artiesten. Voor Bo van Erve Dorens is het echter ook voldoende als je de oud-visagiste van Matthijs van Nieuwkerk bent. Jelleke van Rijsoord, die in het beruchte Volkskrant-artikel over Matthijs voorbijkomt met het föhn-incident, werd na 9 jaar rücksichtlos door hem aan de kant gezet. Eén op één vertelde ze gisteren aan Bo hoe dat ging. Ze heeft hier niet aan tafel live durven zitten, omdat het haar te veel raakt en ze bang was dat ze in tranen zou uitbarsten. Wanneer heeft Jelleke Matthijs zien ontsporen? Ze vertelt, voor mijn gevoel is het veranderd toen er een andere eindredacteur kwam, Dieuke. Je merkte dat Matthijs veel gespannener was en behoorlijk vaak woede uitbarstingen had. Ik reed regelmatig heel gespannen naar DWDD toe, dat ik dacht, hoe ga ik hem deze keer aantreffen? Het dieptepunt voor Jelleke was het föhn-incident. Het was in september 2011 dat hij opeens mijn föhn wilde zien. Dat hoorde ik via de productie. Ik dacht, föhn zien? Ja, want hij dacht dat het misschien aan mijn föhn lag dat zijn haar niet goed zat. Toen dacht ik ga er maar in mee, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Toen heb ik een dag later mijn föhn laten zien en daar zat hij zo'n beetje naar te kijken, maar volgens mij wist hij er ook niet zo goed raad mee. Hij zocht gewoon iets om mij de laan uit te sturen en dat voelde ik toen ook heel goed. Ik ben er tot de dag van vandaag nog steeds niet achter waarom ik weggestuurd ben. Ik weet het nog steeds niet. Jelleke mocht wel de gasten blijven opmaken, maar 3 maanden later moest ze ook daarmee stoppen. Toen was namelijk de editie van Privé uitgekomen waarin voor het eerst uitgebreid over de DWDD-ellende werd geschreven. Het was voor Matthijs evident wie de kwade genius achter dat artikel was, Jelleke. Ik kwam daar met mijn koffers en toen begon Matthijs te schreeuwen, van, jij bent verantwoordelijk voor dat privéstuk. Ik wil je niet meer zien, je moet weg. Waar iedereen bij was. Hij was heel erg boos. De productie zei toen ook, je kunt maar beter gaan. Zelf ontkent ze toentertijd met de Privé te hebben gesproken. Van dat ontslag heeft ze nog altijd veel last. Toch krijgt Jelleke nu ook kritiek dat ze zo'n ietwat dramatisch interview geeft aan Bo. Zo vindt Letty, de partner van oud-omroepo Bo Ton Verlint, haar wat aandachtsgeil. Ze twittert, dit is toch wel minder sympathiek hè? We kennen het verhaal wel. Maar nee zeggen tegen tijdelijke roem is kennelijk moeilijk. Helene van Rooyen daarop, we kennen het verhaal wel. Dat vooral. Talkshows die over talkshows praten. En de volgende dag weer praten over wat de talkshowgast van gisteren over die talkshow te zeggen had. We'll be right back.